We zijn hier deze morgen bij elkaar gekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede en vreugde voor oud en jong. Vrede en alle goeds voor ons allemaal. Van harte welkom. Dan geef ik graag het woord aan prins Ruud en zijn adjudant voor de woorden van welkom. Een hele goede morgen, beste dames en heren, beste carnavalisten, vrienden, familie, gelovigen. Het feest kan beginnen, want wij met z'n allen zijn hier binnen en we gaan er zeker keihard tegenaan. We zijn hier in deze prachtig versierde Sint-Lucia-kerk, welke helemaal versierd is in de carnavalsfeer, waarvoor complimenten. Nou, Pastor Schepers heeft mij en onze Daan gevraagd om een woord van welkom te gaan richten. En ik ben er super trots op dat ik dat samen met ons en Daan, mijn eigen adjudant, hier mag gaan doen. Want uiteindelijk carnaval doe je samen vieren, samen met elkaar en voor elkaar. Van jong tot oud, voor iedereen. Ergens in december, toen mochten we bij Pieter Schepers in de pastorie komen. En toen gingen we de carnavalsmis even een beetje doornemen. En eigenlijk was alles aan de kan en kruiken. Dat buksje was al klaar, dat was prachtig. En ik sloeg hem open en er stond erin het woord van welkom voor de barier. Ik zeg, Pieter, zit er een vorm aan, een tijd aan, geen flauw idee. Het Ruud, het duurt van 10 tot 11, gaat de tijd. Dus ik zou zeggen, lekker zit op die houten bankjes. Succes. Ik heb een paar blijkjes, maar ik ben wel zo klaar hoor, dat maakt niet uit. Maar als eerste wil ik in ieder geval namens Pastor Schepers, prinses Ingrid van de Brandeliers, prins Mark van de Houtse Kluppels, prins Pieter Jan van de Kwietkedieten en natuurlijk namens onszelf van CW Berierke jullie een hartelijk welkom heten. Natuurlijk niet iedereen hier in de kerk, want ik heb gelezen, heb ik gezien zelfs, hier stuurt hij al. Alle mensen live over heel de wereld die ons volgen natuurlijk. Van harte welkom. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een bijzonder hartelijk welkom, want er is een gelegenheidskoor gecreëerd. Elke club leeft een aantal leden, 1, 2, 3, in ieder geval een paar die toonvast zijn, dat waren wel een voorwaarde eigenlijk. En die gaan samen met de deurblazers hier de muzikaal stukjes omlijsten. Dus heel hartelijk welkom voor ons gelegenheidskoor en de deurblazers die er een kei mooie mis van gaan maken. Ze zullen diverse nummers ten gehoor gaan brengen. Dus ik nodig iedereen uit, zing, klap en dans gewoon gezellig mee. Ik had wel de pastoor gevraagd van mag er een polonaise worden ingezet. Hij zei, Ruud, nee, er zijn wel een paar regels en dat was er één van. Dus ik heb hem eigenlijk doorgestreept. Stille wens, polonaise, nee. En natuurlijk een heel hartelijk welkom en bijzonder hartelijk welkom voor onze burgemeester, Ellie. De laatste keer dat je hier aanwezig bent, helaas. Maar natuurlijk, je blijft. Je blijft natuurlijk hier van harte welkom in het huis van God. Sinds de 11e van de 11e zijn wij als clubjes natuurlijk al lang en breed carnaval aan het vieren. Druk bezig, de nieuwe prinsen, prinsessen zijn al uitgeroepen. En op mijn werk noemen ze mij de prins van de pegels. Hoe komt dat? Nou, ik kom vanuit de deurwaarderij, dus ik zit dan op de centen. En als je deurwaarder bent of je zit in de credit management, dan ben je ook goed in het opstellen van een balans. Dus ik heb eigenlijk even een tussentijds balans opgesteld, want ondertussen hebben wij als clubjes al tientallen recepties, ballen en carnavalsactiviteiten gehad. En dan kun je niet in de koude kleren zitten. We hebben al echt al kilometers polonaise gelopen. Ik zei net al tegen prins Mark, ik was eigenlijk 1,80 meter rond november, maar ik ben 10 centimeter kwijtgeraakt, alleen maar aan het afslijten. Mijn portemonnee is echt al vele kilo's lichter geworden en ik zelf ben echt wel kilo's zwaarder geworden. Maar bovenal hebben we met z'n allen wel heel veel voorpret gehad. De alcohol heeft wel rijkelijk gevloeid, maar de katers die zijn tijdelijk en de dronken verhalen en herinneringen die zijn blijvend en daar gut om. Nou, het zou heel erg makkelijk zijn als ik als deurwaarder, dan zou ik ook in buksjes staan, straks de collecte gaan doen. Ik ga geen aanmaningen sturen of in gebrekenstellingen. Wie het kleine eert, is groot niet weert.
Maar ik nodig in ieder geval van harte uit. Vive plenus voluptat. En dan zie ik jullie wel kijken, wat betekent dat? Vive plenus voluptat. Dat is mijn lijfspreuk. En uiteindelijk betekent dat, even kijken, vier het leven en geniet met volle teugen. En dat doen we met z'n allen echt wel. En dat sluit ook aan eigenlijk bij een post die ik zag staan van pastor Scheeps van Damjaan. Die stond op Facebook en er stond in, vergeet niet te leven, want straks ben je oud. En dat is wel waar, want ik ben alweer 42 en ik ben zo dadelijk in 81. En ik heb eens gekeken, wat staat nou eigenlijk in de Bijbel? En ik heb goed gezocht, en zelfs in het Oude Testament, dat waren het prediker. En de prediker die zei, het leven is maar kort en geniet daarom van elke dag. Geniet van je eten en geniet van je drinken en wees vooral ook vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek je allermooiste kleren aan, nou, kei mooi gedaan allemaal. En verzorg jezelf goed. Zorg ervoor dat je lekker ruikt en doe je allerlekste en feestelijke geurtje op. Geniet van het leven samen met de man of vrouw van wie je houdt, Loes, waarvan akte. En geniet van alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg, vluchtig en je zwoegt maar onder de zon. Dus geniet van elke dag. Dat is het loon wat God ons heeft gegeven. Dames en heren, en dat is serieus waar, we leven ze allen in een 24-uurse maatschappij. Wij staan een hele dag maar aan. En als we niet aanstaan, dan zitten we op ons telefoontje kijken, maar we krijgen alleen maar signalen binnen. En onze agenda's zijn overvol. En daarom is het eigenlijk wel even mooi, zo'n carnaval nu en met allen hier bij elkaar. Er is een tijd van stilstaan, een tijdje van bezinning, een tijd van ontspanning en straks ook weer een tijd van bezinning. Beste dames en heren, het is nu 7 zondagen voor Pasen. En als je aan terugrekenen vanaf Pasen tot nu, er zit nog 40 dagen tussen van vasten. Daar zou voor mij eigenlijk geen kwaad kunnen. En het mooiste is wel, we staan nu aan het begin van carnaval 2024. Dus we staan te trappelen en daar gaat het beginnen. Het feest ter verbroedering, saamhorigheid, carnaval met elkaar en voor elkaar. Ik wil heel graag het woord geven aan mijn zoontje, onze adjudant. Ja. Deze carnaval is voor mij heel speciaal, want ik mag adjudant zijn, adjudant van mijn eigen vader. En daar ben ik heel trots op. En ik hoop dat als ik 18 ben, dat ik dan ook prins mag worden. Carnaval, een feest van gezang en plezier. Overal waar je kijkt of waar je ook bent, je ziet dat haast iedereen het viert. Verkleed en gesminkt gaan ze op pad om uitbundig met z'n allen te gaan feesten. In Brabant vieren ze het in iedere stad. Het is me met de paplepel meegegeven en ben het tot het heden nog niet ontgroeid. Carnaval, verbroedering, ineens kan er veel meer. Iedereen verdraagt toch wel meer dan anders. Er hangt gewoon een gezellige sfeer. Het kan met die dagen geheel niet boeien wie er naast je staat of wie er naast je zit. Als het bier maar rijkelijk blijft vloeien. En vier je carnaval zoals het ons is geleerd, zonder ruzies en zonder geweld en zonder gevecht, dan vier je carnaval nooit verkeerd. Muziek klinkt uit de kroeg en over de straat. Iedereen zingt, danst en springt mee in de maat. Al wordt het al die avonden nog zo laat. Optochten met een praal en pracht. De prins met de raad van 11 hoog op de wagens. Die met de scepter zwaait en alleen maar lacht. Die dagen vliegen voorbij. Tot aan aswoensdag gaan we uit onze bol. En zijn we volgend jaar weer van de partij. Ik hoop dat ik het nog lang mag blijven vieren. Heel erg veel dank, prins Ruud en adjudant Daan. Ik hoor in het verhaal zeggen dat je 1,80 meter bent. Daar twijfel ik een beetje aan.
Dus dan is het goed om ook zo meteen maar te beginnen met een vraag om vergeving. Ik ben ook heel blij dat onze burgemeester ook gewoon na dit jaar gewoon blijft komen. En we bidden natuurlijk ook in deze viering om een heel lang en gezond en gelukkig leven natuurlijk. Beste mensen, we pakken er ons boekje bij. Mensen hebben mensen nodig om elkaar te dragen, om elkaar steeds weer zin in het leven te geven. Vergeef ons, Heer, als we soms langs elkaar heen lopen. Mensen hebben mensen nodig om voor elkaar op te komen, om samen te werken aan ieders welzijn en geluk. Vergeef ons, Heer, als we soms alleen aan ons eigen geluk denken. Mensen hebben mensen nodig die het goede blijven zien en dat delen met elkaar, juist in die kleine dingen van het leven. Vergeef ons, Heer, als we ons soms afsluiten van anderen. Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen hebben en zo ervoor zorgen dat niemand vereenzaamt. Vergeef ons, Heer, als we denken nooit tijd voor anderen te hebben. Mensen hebben mensen nodig die elkaar kunnen vergeven, zoals we geloven dat God alles vergeeft. En daarom vragen we, God, Vader van alle mensen, vergeef ons onze fouten en tekorten en breng ons eens naar uw eeuwig leven. Amen. Nou, we gaan samen zingen. Björn die slaat de maat en wij vallen met z'n allen in.
Laat ons bidden. Goede God, je hebt ons het vermogen gegeven om in vrede met elkaar te leven, te werken en ontspannen. Mogen de komende carnavalsdagen ons sterker maken tot de naaste liefde. En ons, net zoals de heilige Pater Damiaan de Veuster, een voorbeeld doen zijn van dienstbaar zijn aan elkaar. Dat vragen we u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan mag ik u lezen uit het Evangelie volgens Matteüs. En dan mag u allemaal even gaan staan. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten. Maar men plaatst ze op een standaard, zodat deze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Zo spreekt de Heer. Dankjewel, zuster. Lieve mensen van onze goede God, iedereen die kent wel de bedevaartsplaats Lourdes. De plek waar de hemel de aarde heeft geraakt en waar miljoenen mensen per jaar naartoe gaan voor een stukje kracht en bemoediging. Afgelopen september gingen diverse parochianen van ons naar Lourdes. Francis van Broekhuizen ging ook mee en heeft er een prachtig televisieprogramma van gemaakt. En ook ons Marij, die waren erbij en die schreef de loper enthousiast van vol. Vandaag, beste mensen, is het 11 februari. En vandaag is het precies 166 jaar geleden dat in Lourdes onze lieve vrouw verscheen aan Bernadette. En sindsdien komen veel mensen op bedevaart naar deze bijzondere plek in de Franse Pyreneeën. En ontroerend is het altijd om te horen hoe de mensen tijdens de lichtjesprocessie het te Lourdes op de bergen meezingen. En dan steken ze ook allemaal een kaarsje omhoog. Nou, op die melodie wil ik vandaag preken. En jullie mogen allemaal zingend antwoorden. Dus pak uw boekje er maar bij, want daar staan de teksten in. U kent allemaal wel Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maar dan anders. Ik ga zingen preken op het feest van de lach. Zijn dagen van steken, want humor dat mag. Komt ie, hè? Alaf, alaf. Ja, feesten is gaaf, alaf, alaf, want feesten is gaaf. Ja, beste mensen, op een zekere dag klopte bij de pastorie een jongetje aan met een dood vogeltje in zijn hand. Onderweg had hij gezien dat een vogeltje aangereden was. Och, Germ, dacht hij, ik kan dat vogelke toch niet langs de weg laten liggen.
Een mus verdient toch ook een begrafenis, zo snikte die. De kapelaan die houdt met het manneke te doen. Nou, Willemke, dat vind ik nou ook. Uit de kast pakte hij een kistje sigaren, legde de inhoud ervan op tafel en zei: kijk, Willemke, dit kistje heb ik van de bisschop gekregen. Dus dat zijn heel goeie sigaren. Leg het vogeltje er maar voorzichtig in, dan zullen we het onder de lindeboom begraven. Het manneke daar snikte en keek nog één keer naar het vogeltje voordat de deksel dichtging. De pastoor maakte een gat onder de lindeboom en Willemke zette heel voorzichtig het kistje in dat gat. En net voordat er zand opging, begon Willem keihard te lachen. Waarom lachte jij, Willemke? Vroeg de pastoor. Nou, lachte de manneke. Ik zie de ogen van Sint Petrus aan de hemelpoort al. Die denkt een duur kist sigaren te krijgen en dan wordt hij blij gemaakt met een dooimus. Vier jaar carnavallen bevalt mij hier best. Het is lallen en brallen, een heel warm nest. Hoera, hoera, drink bier of een spa. Hoera, hoera, drink bier of een spa. Drie mannen die staan na een ernstig auto-ongeluk gezamenlijk aan de poort bij Petrus. En Petrus stelde een gewetensvraag. Als jullie familieleden straks de laatste eer komen bewijzen, waar willen jullie dan het allerliefste van hun horen? De eerste man die antwoordde: ik wil graag horen dat ze mij een geweldige arts vonden en een hele goede huisvader. De tweede man die gaf te kennen: ik zou heel graag horen dat ik een geweldige leraar was met veel begrip voor mijn kinderen, maar bovenal dat ik ook een goede vader was voor mijn eigen kinderen. En die derde man die antwoordde zonder enig nadenken: weet waar ik het allerliefste zou horen? Kiek, hij beweegt! Het is hier goed leven, van priester tot clown. Dat is een mooi streven, dan word je niet down. Allee, allee, wees blij en doe mee. Allee, allee, wees blij en doe mee. Een jonge priester die krijgt bij zijn wijding een papegaai cadeau. En iedere morgen als die priester wakker wordt, dan wordt hij door die papegaai begroet met: goedemorgen, eerwaarde. Op een dag wordt die priester benoemd tot bisschop. En iedere morgen begroet de papegaai de bisschop met: goedemorgen, eerwaarde. Die huishoudster die vindt daar maar niks. Een bisschop spreek je niet aan met eerwaarde, maar met monseigneur. Maar wat ze ook doen, die papegaai die blijft eerwaarde zeggen. En dan heeft die huishoudster een idee. Monseigneur, jij moet pontificaal de trap afkomen. Misschien komt die papegaai dan tot inzicht. En jawel hoor. Op een morgen verschijnt de bisschop met zijn staf en zijn mijter in een grote paarse toog voor die een papegaai. En deze kijkt op en die roept: tada, tada, tada. Wij zijn hier in Mierlohout een open geloofsgemeenschap. En iedereen, wie of wat hij of zij ook is, moet zich hier thuis kunnen voelen.
Zo ook Martin Meiland. Die zat hier onlangs op de eerste rij. Ik ben den altaar aan het bewieroken. Springt hij in één keer overeind, roept hij luidkeels: meid, we hebben toch een leuke jurk aan. Alleen uw handtas staat in de fik. Wie roken een weldaad voor mij geen gebod. Een wens die omhoog gaat, komt altijd bij God. Wie rook, is beter dan kook. Wie rook, is beter dan kook. Ons Marij, die komt in Lourdes langs de douane en ze moet haar koffer openmaken. En er komt een hele grote, mooie fles tevoorschijn. Waar zit daarin? Vraagt die douanebeambte. Nou, zegt ons Marij, gezegend water uit Lourdes. Die douanebeambte die vertrouwt het toch niet helemaal en die ruikt zo aan die fles. Wilde jij mij nou voor de gek houden, zegt hij, dat is pure cognac. Halleluja, roept ons Marij, een wonder, er is een wonder gebeurd. De zegen van boven een waarlijk gespat. Deze bron van geloven, die is wel wat nat. Spat, 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 ja heerlijk is dat. Spat, 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 ja heerlijk is dat. Zuster Bernarda die werkt voor de thuiszorg. Die was haar ronde aan het doen om thuisgebonden patiënten te bezoeken. En toen raakte haar benzine op. Het gelukkige toeval wilde dat er juist in de buurt een Shell benzinestation was. Maar dat was wel één huizenblok verder. Dus ze liep erheen om een benzineblik te lenen en ook wat benzine te kopen. Maar die bediende die vertelde dat het enige benzineblik die hij had uitgeleend was. Maar ja, ze kon wachten totdat ze teruggebracht was. Maar ja, zuster Bernarda, die was onderweg naar een patiënt en die had geen tijd om te wachten, dus die liep terug naar de auto. Ze zocht iets in de auto waar ze die benzine in kon doen en ze liet haar oog vallen op de ondersteek die zij altijd naar de patiënten brengt. Altijd vindingrijk droeg zuster Bernarda die ondersteek naar het benzinestation. Ze vulde hem met benzine en droeg die volle poot terug naar de auto. En terwijl ze die een po met benzine in haar tank gooide, keken twee protestanten van de overkant van de straat toe. Waarvan de ene zich tot die andere wendde en zei: als die een auto straks start, dan word ik ter plekke katholiek. Vorige week waren we met de boerenbruiloft hier in Alphonsus. Vraagt één zo'n oudje aan het andere oudje: hé, heb jij het al gehoord? Klaasien die wordt niet donderdag begraven, maar vrijdag. Goh, zit die ander echt hoor, is ze bitter geworden? Nou ja, over oudjes gesproken. Een kleinkind moet een werkstuk maken over haar grootouders. En ze gaat dus bij oma op bezoek en ze mag alle vragen stellen die ze wil. Zeg oma, heeft u ook wel eens seks gehad? Echt niet, zei oma. Daar gaan wij met 9 kinderen echt helemaal geen tijd voor. Ik heb heel veel werkers, dat doet mij veel deugd. Wel iets minder kerkers, ik zie ook graag de jeugd. Hoezee, hoezee, hee jeugd. Hoezee, hoezee, hey jeugd, doe de mee. 3 katholieke mannen en 1 katholieke vrouw die zitten koffie te drinken op het Sint-Pietersplein in Rome. En de eerste man die zegt:
Mijn zoon, dat is een priester. En als hij ergens binnenkomt, dan noemt iedereen hem dus eerwaarde. Die tweede man die zegt, ja, mijn zoon is de deken. Als hij ergens binnenkomt, dan noemt iedereen hem hoog eerwaarde. Ach, zegt die derde, mijn zoon is een bisschop. Als hij ergens binnenkomt, dan zegt iedereen, dag, monseigneur. Nou, die mannen die zijn zeer vereerd uitgesproken. En die kijken allemaal een beetje verwachtingsvol naar die vrouw. Ja, zegt ze, ik heb een dochter. Ze heeft blond haar, heel slank, mooie lange benen, flinke voorgevel, maatje 36. Als mijn dochter ergens binnenkomt, dan zegt iedereen, Jezus Christus. Deze dagen heel kleurig met jong en met oud. Gelijkheid is keurig, daar gij daar ook zo houdt. Oké, ja ieder telt mee. Oké, ja ieder telt mee. Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Terwijl ze op de operatietafel ligt, dicht bij de dood, krijgt ze een visioen. En ze ziet God en ze vraagt, och, is mijn uur nou gekomen? En God antwoordt, nee, je hebt nog 43 jaar, 2 maanden en 8 dagen te goed. Nou, bij het ontwaken uit de verdoving besluit ze een facelift en een liposuctie te laten doen. De lip een beetje op te laten spuiten met collageen en haar borsten wat te laten corrigeren. Want nou ze weet dat ze nog een heel lang leven heeft, loont het ruim de moeite. Na haar laatste operatie komt ze totaal verbouwd en gerenoveerd het ziekenhuis uit. En wordt bij het oversteken van de straat gegrepen door de ambulance. Dood. In de hemel. Aangekomen vraagt ze aan God. Ik dacht dat ik nog meer dan 40 jaar te goed had. Waarom heb jij mij omver laten rijden door die ambulance waarop God zegt, meid, ik hou hem helemaal niet herkend. Ik wil hier ook danken deurblazers met hun troon voor hun mooie klanken, veel hulde alom. Allee, allee, wees blij en zing mee. Allee, allee, wees blij en zing mee. Zoals u weet is Jezus gestorven voor alle zondaars. En u weet het, hè? Goede Vrijdag. Jezus hangt gekruisigd op de berg Golgotha. En Petrus staat onder aan die berg. En dan hoort Petrus Jezus roepen. Petrus, Petrus, kom eens hier. Dus Petrus klimt die een berg op, maar wordt halverwege tegengehouden door de soldaten. En ook krijgt hij een mes in zijn schouders. Maar vol bloed, vuil en zweet, klimt die arme Petrus toch verder. En eindelijk, boven aan die berg aangekomen, vraagt Petrus, Jezus, wat wilde gij nog tegen mij zeggen? Waar is er? En Jezus begint te glimlachen en hij zegt, weet jij dat ik vanaf hier jouw huis kan zien? Trek uit naar het feest in je carnavalsjas. Gooi af boze geesten met een kruisje van as. Olé, olé, as woensdag oké. Olé, olé, as woensdag oké. Zo zitten eens 3 kinderen hiervoor op de trappen van de kerk te praten over geld verdienen. Nou, zegt er een, mijn vader is advocaat.
En als één mensen bij hem op bezoek zijn geweest een uurtje, dan heeft hij al 1000 euro verdiend. Ach, zegt een ander, mijn vader is tandarts. Voor 2 minuten in iemands mond kijken verdient hij al 150 euro. En even is het stil, zegt een derde. Mijn ome Pieter, die is pastoor in Helmond, die schrijft een paar woorden op een papiertje. Hij noemt dat een preek en dan zijn er 4 raadsleden nodig om al dat geld op te halen. Ik vraag niet om centen, maar straks komt de mand. Op zulke momenten geef je toch met gulle hand. Hojo, hojo, I love the euro. Hojo, hojo, I love the euro. Ja, mensen, trouwens ook nog even serieus. Er moet toch iets wat gebeden worden nog vandaag, hè? Maar ja, bidden is ook niet gemakkelijk. Het is praten met God. En ook de kinderen, die proberen wel eens te praten met God. Dat leren ze bij de communievoorbereiding. Maar of het lukt, ik citeer. God, dank u voor mijn pasgeboren broertje, maar eigenlijk wilde ik liever een puppy. Als u nou zondag naar mij kijkt, God, dan kan ik u ook meteen mijn nieuwe schoenen laten zien. Lieve God, ik wil later zijn zoals mijn papa, maar dan niet met haar overal erbij. God, geef mij een pony alstublieft. Ik heb nog nooit iets gevraagd. Echt waar, kijk het maar na. Wij gaan nu weer verder in woord en gebed. Ik ga voor als uw herder, het is uit met de pret. Breng eer, wij loven de Heer. Breng eer, wij loven de Heer. Ja, zo zie je maar, beste mensen, je maakt hier van alles mee. We blijven een bloeiende en een boeiende kerk. Oh ja, Arnoud de Koster heeft de as ook al klaar voor Als Woensdag. En zo'n kruisje, daar misstaat niemand. Spiegel jezelf niet aan de rijkdom van anderen. Wees tevreden met het jou toebedeelde lot. Want één ding is gewoon hartstikke zeker. Uiteindelijk verschijnen we allemaal voor dezelfde God. Beste mensen, we mogen allemaal als mens, let wel, allemaal gezien en gehoord worden. En als we dan nog eens terug mogen komen op die godsdienstige taak van carnaval, dan is het dat door de carnaval mensen zullen bidden. Goeie God, we hebben er toch een gezellige en mooie wereld van gemaakt. Ik wens ons allen een hele fijne carnaval. Alaaf. Dan mag ik onze jeugdprins Sem den Uursen en zijn vorst Juri uitnodigen om de voorbeden te bidden. Aan het begin van deze kleurrijke dagen van plezier en gezelligheid bidden we tot God. Dat alle mensen die carnaval vieren mogen beseffen dat het grootste plezier gemaakt wordt met elkaar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden. Dat alle mensen die door welke oorzaak dan ook geen carnaval kunnen vieren, steun en bemoedigen.
bemoediging krijgen van hun omgeving. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Dat de kleurrijke klanken van carnaval op een goede manier mogen blijven doorklinken in onze straten en dat ook wij daar met elkaar zorg voor willen dragen. Laat ons bidden. Wij danken u voor onze troost en vriendschap, voor het warme enthousiasme, voor de vele intieven, voor de troostende woorden, voor de opbeurde lach. Laat ons bidden. God, we bidden voor u. Goede God, we bidden natuurlijk ook voor onze eigen persoonlijke intentie, voor alle mensen die vandaag hun verjaardag vieren, of ook in de komende dagen, dat ze een vreugdevolle, mooie dag mogen beleven. We bidden voor alle onze eigen intenties, datgene wat we hardop uitspreken of wat we opschrijven in het intentieboek bij Maria, maar ook gewoon datgene wat we in stilte aan de goede God voorleggen. We willen ook extra denken aan al onze zieken, thuis, in de ziekenhuizen of de verpleeghuizen, de mensen die verblijven in een hospice of in een zorginstelling. Dat ze zich omringd mogen weten door engelen van mensen. En we bidden voor hen die gestorven zijn. En vandaag willen we heel in het bijzonder denken aan Jo van der Vorst Kanters, die gestorven is. Aanstaande zaterdag om 11 uur nemen we hier in onze kerk afscheid van haar. We bidden voor Dorrie en Mark om kracht en sterkte in deze dagen van afscheid nemen. We denken aan Harry en Wies Vogels Arends, aan Wim Mulkes, aan de overleden familieleden Driessen, aan Miet Rijmakers Knoops, aan Chef Rijmakers, aan Giel Vervoort en Joke Vervoort van Lierop, aan Antoine Pambatra, aan Anna Vutiho, aan Pierre Klaasens, aan Toos Huisman. En we denken aan alle overleden leden van onze carnavalsverenigingen. Dat ze allemaal thuis mogen zijn bij de goede God en in onze dankbare en dierbare herinnering. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor. Goede God, gij hebt gehoord wat wij u vragen. Zegen ons gebed en laat ons deze dagen een goede uitwerking hebben in onderlinge vriendschap en verbondenheid. We vragen het u op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze ome Pieter die schrijft een paar zinnetjes op een papiertje, noemt daar een preek en vier raadsleden die mogen het geld komen ophalen. Oh yo, I love the euro. Oh yo, I love the euro. Dus van iedere vereniging komt er een raadslid. De emmers staan al klaar. Ik zou zeggen, vullen maar.
We gaan samen bidden onderaan op bladzijde 6 van uw boekje. De Heer zal bij u zijn. Verhef dan uw hart. En brengen wij dank aan de Heer, onze God. Ja, goede Vader, het is een feest voor ons u dank te zeggen. En met Jezus voor u onze vreugde uit te zeggen. Zoveel houdt u van ons dat gij voor ons deze mooie en wijde wereld gemaakt hebt. En zozeer houdt gij van ons dat gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon, om ons de weg tot u te tonen. Zozeer houdt gij van ons dat gij ons samenbrengt en hem als kinderen van familie, van één familie. Voor zoveel liefde willen wij u loven en prijzen, willen we zeggen van dankbaarheid met de engelen en de heiligen die u aanbidden in de hemel. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Laten we gaan staan. Ja, gezegend zij Jezus die gij hebt gezonden, de vriend van de armen en de kleinen. Hij is gekomen om ons te tonen hoe wij van u kunnen houden en van elkaar. Hij is het hart van de mensen komen zuiveren, van het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat die het geluk van mensen in de weg staat. En hij heeft ons zijn Heilige Geest beloofd, die met ons zal zijn van dag tot dag, opdat wij zouden leven van uw leven. God onze Vader, wij bidden u, zend nu uw geest uit over deze gave brood en wijn. Dat zij voor ons worden het lichaam en het bloed van Jezus Christus onze Heer. Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen hij maaltijd hield samen met zijn leerlingen, heeft hij een teken gesteld van uw oneindige liefde. Hij nam het brood in zijn handen, zegende u en dankte u. Hij brak het. En hij gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo namen ook de beker met de wijn, dankte u nogmaals en liet hem rondgaan met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want het is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen we samen het mysterie van ons geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Hier gedenken wij, goede Vader, de dood en de verrijzenis van Jezus, de redder van de wereld. Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd, om het offer te zijn dat wij u nu opdragen en om ons naar u toe te leiden. Verhoor ons, Heer onze God, deel uw geest van liefde mee aan alle die aan deze tafel aanzitten. Dat zij zich meer verbonden weten met uw kerk, met onze paus, onze bisschop, met alle die werken voor uw volk. Vergeet niet hen van wie wij houden en evenmin degene van wie wij nog niet genoeg houden. En herinner u ook alle die gestorven zijn en ontvang hen met liefde in uw huis. Breng ons bij u samen met de maagd Maria, de moeder van God en onze moeder, als de dag gekomen is voor het grote feest in het Koninkrijk der Hemelen. Dan zullen alle die een vriend van Jezus zijn, u toezingen en blijven toezingen. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Nou staat iedereen toch, het is misschien eigenlijk wel mooi om wat een verbinding met elkaar te zoeken, om samen het gebed van Jezus te bidden. Ik wil u vragen om allemaal uit de bank te stappen en elkaar vast te pakken bij de handen. Dus
Juist, Ruud, goed zo. En Jelke, kijk, juist. En laten we dan samen het gebed bidden wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u. En wenst elkaar op uw eigen manier een vrede, alle goeds en een fijne carnaval. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm je over ons en geef ons de vrede. En zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie hier dan Christus zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. In tegenstelling tot wat er in Limburg weer gebeurd is, is bij ons iedereen uitgenodigd voor de Heilige Communie. Het is een uitnodiging, voelt u zelf niet verplicht. Wel is de vraag als je naar voren komt om de communie meteen te nuttigen en niet naar uw plaats te nemen. De communie wordt uitgereikt in de middenbeuk en ook in de zijbeuk.
We gaan het samen zingen. De Engelbewaarder. Zingt u mee? Dan mag ik prinses Ingrid en adjudant Simone vragen voor de slotgedachte. Carnaval geeft je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd. Carnaval geeft je het gevoel van bij elkaar horen. Carnaval doet de scherpe kantjes tussen mensen vergeten. Carnaval tilt je boven de dagelijkse sleur uit. Carnaval roept op om op de goede weg door te gaan. Carnaval doet je het beste hopen voor de toekomst. Carnaval schept verbondenheid, juist omdat je het samen doet. Carnaval heft de verschillen tussen mensen op. Carnaval geeft je het heerlijke gevoel dat je leeft. Carnaval werkt bevrijdend. Carnaval, we zijn er weg van. Dank u.
En laten we dan tot slot samen bidden. Goede God, feestelijke energie en ons eenvoudige geloof in blijdschap en dankbaarheid hebben ons dit uur rond uw altaar samengebracht. Wij danken u samen met de prinselijke hoogheden voor uw aandacht voor ons en voor ons leven. Mogen het aanzitten aan uw gastmaal ons meer en meer verbroederen in dienstbaarheid en liefde. Door Christus onze Heer. Dan geef ik het woord graag aan prins Mark den Uersten. Even voor mijn stem, maar dat heeft een reden, dus ik ben het even kwijt. Maar dan gaan we verder. Na alle mooie woorden en grapjes onder pastoor Pieter, gaat het voor mij niet meer vallen om nog wat te vertellen. Maar ik ga er toch een poging voor wagen en wat enigszins iets van te maken. Iedereen viert carnaval op zijn of haar eigen manier. De een doet het uitbundig en met de meeste creatieve uitdossingen. De andere doet het op wat meer ingetogen manier. De ene gaat alle dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De ander kiest misschien maar één dag om te pieken. Maar hoe dan ook, alle aanwezigen hier in de livestreams thuis, misschien ook wel, heb ik dan ook wel iets met carnaval. Er zitten hier prinsen, raadsleden, van groot tot klein, dansmarietjes, alle soorten en maten, muzikanten en burgers. En ook u, burgemeester Blanksma. Al jaren woont u op zondag hier in de Luciakerk deze geweldige carnavalsmis van pastoor Pieter Schepers bij. En dat is niet vast, niet voor niets. U heeft ook een carnavalshart. Maar dit jaar bent u hier wel voor het laatst in de hoedanigheid als burgemeester van Helmond. Want u mag gaan genieten van uw welverdiende pensioen. Geen volle agendas meer, maar wel vrije tijd, maar hopelijk veel geluksmomenten staan er op uw programma de komende tijd. Uiteraard mag u altijd een plaatsje in uw agenda vrijhouden voor de carnavalsmissie hier en bent u vanzelfsprekend ook hartelijk welkom in de Hofkapel de Geestendonk om samen met alle kluppels en kluppelinnetjes carnaval te vieren. En over geluksmomenten gesproken, die heb ik zelf de afgelopen dagen ook al flink gehad. Want jongens, wat heb ik een heerlijke rol. Sorry. Deze dagen als prins Mark ten Uersten van de Houtse Kluppels. Wie had dat ooit gedacht? Ik geniet met volle teugen van alles en het hele seizoen met bekendmaking en uitwedstrijden. Het was geweldig. En nu deze week, het echte carnavalswerk is begonnen. Afgelopen woensdag het Doopfeest. Een mooi evenement waarbij ik zelf, maar ook de prinsen bij alle bevriendige carnavalsverenigingen gedoopt werden. Voor een goede en behouden carnaval. Vrijdag de aftrap van de echte carnavalsfeest met 5 uur vooraf. Gisteren kwam de hele vereniging bij mij thuis ophalen en daar een heerlijk carnavalsontbijt met alle leden, vrienden en familie en uitsluitend natuurlijk de optocht hier op het hout. En echt, het is misschien niet de langste, maar zeker wel de gezelligste. Gisteren was het zwanenbal in de Geestendonk. Een groot feest. Wat een geweldige sfeer was dat. En wat ben ik trots dat ik dit jaar prins van de Houtse Kluppels ben. Dat we de sfeer hier nog maar een paar dagen zo mogen inhouden. Want het gaat echt lekker, al zeg ik het zelf. Ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid hier vandaag in de kerk. En ik hoop jullie allemaal de komende dagen ergens tegen te komen. Maar wat je ook doet, of waar je het ook viert, maak er vooral een gezellige, onvergetelijk feestje van. Doe geen dingen die ik ook niet doe, zou doen. En kijk het uit. Dan wil ik heel graag onze burgermoeder, mevrouw Blanksma, vragen om toch even naar voren toe te komen. En ze heeft speciaal ook voor vandaag de prachtige burgemeestersjas aangetrokken. Een extra applaus. APPLAUS
Dag, burgemeester. Ja, ze zegt het al zelf, het was niet de afspraak. Maar ooit, mevrouw Vlaamsvaren, gebeurden er ook verrassingen. En zeker met de carnaval. In 2012 hier in Helmond, in onze stad, gekomen. En natuurlijk ook jaren trouwe bezoeker hier aan de carnavalsmis. En daarna ook natuurlijk het Pastoraal Café. Zoals u heeft meegemaakt in de pastorie en de laatste jaren in de Geesteldonk. En dat gaan wij niet zomaar voorbij laten gaan natuurlijk. Want daar hebben wij een presentje voor. En ik moet wel even tellen, we hebben de balans even opgemaakt. En ik geloof dat wij als Houtse Kluppels, ik denk u een 14 sjaals hebben uitgedragen. Maar ze heeft hem gelukkig om, zie ik. We waren het al ergens een klein beetje kwijt, maar daar hebben we nog een hele kleine aandacht voor. En dat doen we natuurlijk met elkaar, dus ik wil graag prinses Ingrid uitnodigen. Prins Ruud, prins Pieter-Jan, om hier even naar voren te komen. Want uiteindelijk zijn we met z'n allen ook één parochie van de Damiaan. Dus bij deze, mevrouw Vlaamsvaren, u bent sowieso altijd dus van harte uitgenodigd hier op carnavalszondag in de mis. Natuurlijk daarna het Pastoraal Café. We hebben speciaal voor u en uw echtgenoot een mooie sjaal laten maken. Een mooie borrelplank met de skyline van Helmond erop en een lekker kluppeldrankje. Het is u van harte gegund namens ons allemaal. Dank u wel. Ik vind eigenlijk wel dat ze die sjaal gewoon om moet doen nou, hoor. Ja. Weer een andere sjaal. Weer een andere. En die maar dan houden. Maar ja, die andere niet dan. Ja, maar dan leven. Pieter, je vraagt me nog wel heel veel. Ik ga niet zomaar om. Zal ik geestelijke bijstand verlenen? Ja, het is niet zomaar wat we ze hier weggeven. Er zit er ook één bij voor uw man, dan kunnen we ook samen gaan. Dus heel veel dank aan onze burgemoeder, mevrouw Blanksma. Dank voor alle enthousiasme.
de deurblazers. Dank je wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze carnavalsviering. Graag wil ik u alle heerlijke dagen toewensen. Maken met elkaar een heel fijn feest van verbroedering, van ontmoeting, van gezelligheid. En dat we met elkaar ook een gemeenschap vormen waar het goed is om te wonen. Geniet ervan. Aanstaande woensdag is het als woensdag. Het is ook Valentijnsdag, maar het is ook als woensdag. Dus dan zie ik u graag allemaal weer om 7:00 hier in de kerk voor het askruisje. Veel dank ook voor alle muntjes die ik gekregen heb. Morgenavond komen de geel-blauwkes, dus dat komt goed. We hebben er zelfs worstenbroodjes bij gekregen, zag ik net al. Dus ook die kunnen we dan morgenavond uitserveren. Dus dat komt helemaal goed. Laten we gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. De Heer zal bij u zijn. Laat Gods naam klinken in wat je zegt. Laat Jezus spreken in wat je doet. En laat de Geest vlammen in wat je bezielt. Zo zegene ons de God van de liefde, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eerst zullen alle gevederde en goed gemutste mensen de kerk verlaten. En dan mag u daar achteraan om uw eigen weg te gaan. Heel veel plezier. Allah.